Een kerkuil! Een kerkuil en misschien een natte poes? Yo! Dit is Sponkers! Extra! En in het midden hebben wij Martijn van Steinborn en hij is onze cameraman. Ja! Yeah. En wat hij vandaag gaat doen, wij hebben hier een opgezette witte duif gevonden op internet. Ah, en die is te koop aan. En die wil jij heel graag kopen. Maar dat moet je doen met deze borden die hier in deze hoge hoed zitten. Oké, okay. Martijn, je naam is Condomen. Ja, goedendag. U spreekt met Condomen. Ik bel voor de opgezette witte duif die ik zie op Marktplaats. Ja. Hebben jullie hem nog steeds te koop staan? Ik heb hem er net opgezet vandaag. U heeft hem er net opgezet? Oh, dat is helemaal goed. Opgezet ook echt? Nee. Oh, oké. Okay. Ik weet dat duiven een wat zoutige smaak in hun mond hebben. Maar is dat de reden waarom die is opgezet? Ja, je bent een grapjas, hè? Ik denk je dat ik het niet door heb? Wat zegt u? Adieu, je bent een grapjas. Doei. Grapjas? Dag, dit is de voicemail van Anna Massé in het Grote Avontuur. Spreek wat in en laat je telefoonnummer achter. Dan bel ik zo snel mogelijk terug. Bedankt, dag. Woekoe, woekoe. Oké, Martijn, de witte duif die was opgezet, die wilde helaas niet verkocht worden. Maar we hebben nu een mooi opgezette L. Ja, maar Hedwig? Sorry, met wie? Met Hedwig? Ja. Hallo, ik ben Harry en ik ben op zoek naar de opgezette uil die jullie op Marktplaats hebben gezet. Oh ja, ja, ja. Klopt dat? Is die er nog steeds? Die is er nog steeds, ja. Ja? En hoe heet die uil? Wat zei je? Hoe heet de uil? Hoe heet de uil? Eikel misschien? Dit is een kerkuil. Een kerkuil? Een kerkuil en misschien een natte poes? En die een bonkersfan is? Wat slaat er op? Hallo? Kan de uil ook gebruikt worden als nektas? Ah, kut, weer opgehangen. Ja, ik ben hier gewoon niet goed in of zo. Nee, je komt niet overtuigd over. Je klinkt op. Hoezo niet overtuigd over? Omdat je wel geschreeuwd. Ik bel voor een fucking opgezette uil. Mensen worden boos. Alsof dat overtuigend is. Ik denk dat jij heel erg boos bent. Ik klinkt heel agressief. Ja, oké. Oké, Martijn, allerlaatste kans. Een opgezette leguaan op boomtak. Die kun je ook sms'en, hè? Leg u aan. Ik deed dit vroeger ook, hè, wist je dat? Ging je gratis nummers bellen? Ja, dat deed ik ook. 0800 nummers en dan ging je gewoon mensen in de zeik nemen. Hey, goeiedag. U spreekt met Dirk van den Broek. Ik bel eigenlijk voor de opgezette leguaan. Die staat als goeds op Marktplaats, klopt dat? Ja, die staat ook op mijn piano. Ja. Staat die op de piano? En op een boomtak, toch? Staat erbij. En ook op een boomtak. Oké, okay. Is het een Surinaamse leguaan? Nou, zo was dat natuurlijk niet zo. Oh, u heeft hem zomaar ergens vandaan getrokken. Wat zegt u? Ik vind het mooi vind, maar u moet mij niet het hoed van de rand slaan, want dat weet ik niet, zo opgezette dieren. Oh, oké. Weet u, heeft u ook nog andere dieren die opgezet zijn? Nee, het is maar, soms wel eens tegenaan lopen, maar ik weet nooit hoor. Ik tegenkom, dat kan van alles zijn. Dat kan een brons beeld zijn, een schilderij, of een opgezette... Nijlpaard met plusje handboeien bijvoorbeeld. Ja. Dus het is maar net wat ik leuk vind, dat koop ik. Ja. Echt waar? Oh ja, ik ben heel erg geïnteresseerd, want ik hou ook wel van die dieren. Ik weet alleen nooit waar ik ze vandaan moet halen. Ja, die is echt een hele mooie, daarom kocht ik hem ook. Ik heb er voor de rest niet zoveel bij met die taxidermie eigenlijk, geloof ik in het Engels. Oké. Voor hoeveel heeft u hem zelf gekocht? Want ik kan... Ik ga ook niet inkoopprijzen. Oh, heeft u niet ook inkoopprijzen? Maar ik handel zelf ook in dit soort beesten. Ik heb een keer een kakkerlak gevonden, die zat in mijn onderbroek. En die heb ik ook opgezet. Oké. Okay. En toen had ik op een gegeven moment het ding op internet gezet, daar heb ik een chickie mee gefixt. Daarom wil ik dat ook proberen met die leguaan. Maar ik vind het wel een beetje dure vraagprijs. Dus kan daar misschien wat af. Nee, dat kan helaas niks van af. Ik wens u eigenlijk een hele fijne dag, want ik denk dat het voor mij even iets te duur is. En ik hoop dat u er wat mee kan en gefeliciteerd, hè! Oké, dan, doei! Die man die gaat ook gewoon door, die is ook gewoon super gewoon serieus. Ja, maar jij hangt hem op, hij ja, gast, kom op, jongen. Ik ben er klaar mee, ik hoef dat ding helemaal niet. Hoe had je dat? Oh, af naar de camera. Ik weet het niet eens. Oh ja, lekker bezig. Het enige wat hij te weinig in ieder geval. Het enige wat hij doet is de woorden tellen. Nee, we hebben het leuk geprobeerd. Thomas is vandaag ziek, maar als hij er weer is, gaan we ook dit doen. En wil je die video zien, dan moet je nu abonneren op dit tweede kanaal, Ponkers Extra. En dan zie je de video binnenkort online komen. Inderdaad, die zie je vanzelf verschijnen. Hier onder in de videobeschrijving zie je de linkjes van onder andere Ponkers Extra om te abonneren. En natuurlijk de vorige video die we hebben gedaan. Die vind je ook hier. Hier, die vind je hier ook. Ja, superleuk.